Allemaal en leuk dat je kijkt naar een video, een mededelingenvideo. Ik ben in tweestrijd. Ik weet even niet wat ik moet doen. Ik weet niet of dat jullie het een goed idee vinden, ja of nee. Ik heb het idee om mijn kanaal in tweeën te splitsen. Ik heb het idee om op dit kanaal, op gewoon It's Ultrex, om daar gewoon leuke vlogs te doen, leuke video's te maken, spelletjes en nog meer leuke dingen allemaal. Dan heb ik nog de Efteling vlogs. Natuurlijk, jullie weten het, sinds vorige week is de Efteling is mijn Efteling abonnementer. En heb ik dus een abonnement op de Efteling. Ik maak daar vlogs van. Ik maak hele leuke vlogs, maak ik. En nu zit ik te denken. Wat zouden jullie ervan vinden om mijn Efteling vlogs op een ander kanaal te hebben. Dus dan krijg je dus gewoon It's Ultrex. Met allemaal vlogs, leuke dingen, spelletjes, Feyenoord natuurlijk. En jullie krijgen dan een nieuw kanaal. En dat nieuwe kanaal, dat weet ik al hoe ik dat ga noemen. Dat ga ik noemen It's Ultrex Theme Park, ga ik dat noemen. En daarop komen al mijn pretpark vlogs. In ieder geval dus alle vlogs van de Efteling. En ook nog pretparken die ik nog meer ga bezoeken. Ik ben natuurlijk ook afgelopen jaar naar Slagharen geweest. Ja, dat doe ik meestal wel één keer in het jaar. Ga ik wel naar Slagharen toe. Dus op dat kanaal kunnen jullie dan ook Slagharen vlogs vinden. En natuurlijk ook alle Efteling vlogs. Wat vinden jullie ervan? Moet ik gewoon mijn video's houden nu zoals het is? Of moet ik een nieuw kanaal openen genaamd It's Ultrex Theme Park, waar ik dus een apart kanaal heb voor alle pretpark en alle pretparkvlogs? Laat even een bericht achter in de comments wat jullie daarvan vinden. Dus willen jullie dus gewoon alles op één kanaal hebben, zodat het kanaal gewoon, dat er gewoon normale vlogs tussen zitten, dan weer een Efteling vlog. Of willen jullie een apart pretpark kanaal hebben? Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie daarvan vinden. Ik ben echt reuze benieuwd. Ik moet natuurlijk dan wel weer overnieuw gaan beginnen met de abonnees. Dit kanaal zal natuurlijk altijd blijven, want op dit kanaal komen nog steeds vlogs. Leuke spelletjes, zoals ik al vertelde. Mijn finance vlogs die komen gewoon op het gewone It's Ultrex kanaal. Er komt alleen een kanaal bij. En daar komen dus alle pretpark vlogs van mij op. Dus laat even een berichtje achter. Moet het gewoon allemaal op dit kanaal? Of zeggen jullie van, nee Marco, het is leuk om een apart pretpark kanaal te nemen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat even een berichtje achter in de comments. Doe even een duimpje de lucht in. Maar laat vooral horen wat jullie willen. Want ik ben best wel benieuwd hoe jullie daar tegenover staan. En wat jullie mening daarin is. Of dat ik gewoon door moet gaan met ditte. Of dat er gewoon
twee kanalen komen. Eén kanaal speciaal voor alleen pretparkvideo's. En de andere gewoon voor vlogs, video's, spelletjes en nog wat. Laat even berichtje achter. Ik ben reuze benieuwd. In ieder geval bedankt voor jullie eerlijke mening. En ik spreek jullie heel gauw weer. Als het goed is komt er dadelijk nog een vlogje aan. Dus ik zou zeggen, hou zeker weten op mijn kanaal in de gaten. En morgen ben ik in de Efteling. En ga ik weer een nieuwe Efteling vlog opnemen. Maar laat even een berichtje achter wat jullie daarvan vinden. Groetjes allemaal en ik zou zeggen, bye bye.